Was je er blij mee dat die wedstrijd niet doorging? Ja, omstandigheden. Als er geen supporters naar het stadion kunnen komen, ja, dat is geen goed idee dan. En ja, uiteindelijk we hebben 2 dagen niet kunnen trainen, dus ja, uiteindelijk is het toch wel goed. Wanneer hoorde jij dat die wedstrijd was afgelast? Vanochtend, vlak voordat ik eigenlijk de deur uit moest, kreeg ik een sms van onze teammanager dat het niet doorging. Zijn jullie daar blij mee in deze fase van de competitie, dat die wedstrijd niet is doorgegaan, zodat jullie misschien na de winterstop wat meer tijd hebben voor dit duel? Ja, meer tijd is niet aan de orde, maar wel dat er misschien wat blessure gevallen weer terugkeren bij ons. En als je ziet dat we de afgelopen 2 dagen niet hebben kunnen trainen, wat natuurlijk niet gunstig was, ja, denk ik niet dat het heel slecht voor ons uitkomt. Begrijp jij dat de KNVB en de gemeente Amsterdam deze wedstrijd hebben verboden? Of zeggen ja, volgens mij was het veld gewoon goed en er had gewoon gevoetbald moeten worden? Ja, goed. Je hebt met een stukje veiligheid te maken. En er is gewoon heel veel sneeuw gevallen, plus dat het toch wel een paar graden vroor. Ja, dan moet je dingen afwegen en dat hebben zij gedaan en dit besluit genomen. Begrijp jij dat de gemeente Amsterdam en de KNVB deze wedstrijd eruit hebben gehaald? Want het veld was wel gewoon goed. Ja, het veld was goed, maar ik hoorde de omstandigheden voor de supporters waren niet goed. En ja, wat is nou een wedstrijd zonder supporters?